Er zijn een aantal dingen veranderd. Het belangrijkste is de houding van zowel gemeente als ondernemers naar elkaar toe. Breda Nu. Je weet het meteen. Na een aantal jaar stilte in de binnenstad is het dit jaar weer een feest met Koningsdag. Wij zijn een aantal jaar weg geweest. De ondernemers in de binnenstad hebben een aantal jaar geprobeerd om het te organiseren. Maar als je een feest organiseert van deze grootte, ben je meer een organisator dan een ondernemer. En daarin liggen andere eisen. En ook met de gemeente heb je daarvoor een stukje samenwerking nodig. En de verdeeldheid in de binnenstad over de wensen van wie wat wilde met Koningsdag lagen toen nog net iets verder uit elkaar dan dit jaar. Dus dat hebben we een beetje bij elkaar gebracht. Nou, ten eerste zijn we er heel erg enthousiast over, want Koningsdag komt terug naar de binnenstad. Zelf op Kerkplein hebben we een groot podium staan met meerdere artiesten. 'S Avonds op Koningsnacht ook een DJ. We hebben de buitenbarren komen terug en we hebben natuurlijk ook eten buiten staan. En we gaan er gewoon weer een mooi feestje van maken. Nou, wat vindt u ervan dat Koningsdag weer terug is in de binnenstad in Breda? Ja, dat juich ik heel erg toe, want ik vind dat de Koningsdagen sowieso in alle centra van de steden gevierd moet worden. En dat geeft gewoon gezelligheid en heel veel sfeer. Er zijn een aantal dingen veranderd. Het belangrijkste is de houding van zowel gemeente als ondernemers naar elkaar toe. Denk ik heel belangrijk. Hè? Je moet samenwerken met elkaar, dus dat is een heel positief ding wat veranderd is. En eigenlijk ook gelijk het belangrijkste. En dan daarbij zit er nu een partij, het Event Safety Instituut in Nederland, die zich bezighoudt met het overkoepelende plan hier in de stad. Dus omdat je met verschillende pleinen werkt, bezoekersstromen, en die hebben daar verstand van. En die hebben ons een handje geholpen bij het tot stand komen van een goed plan. Wethouder Daan Kwaars is enthousiast. Hij geeft aan dat de Koninklijke Horecavereniging ambitie heeft en dat de organisaties elkaar weer gevonden hebben. Dus het Event Safety Instituut, de gemeente en de organisatie dan, of KN in dit geval, hebben gekeken van nou, wat zijn nou die regels en hoe kunnen we dat voor iedereen veilig doen. Dus het is niet, de gemeente heeft geen andere rol of is ook geen organisator. De gemeente is SEC, de vergunningverlener en die verleent de vergunning op hetgene wat wij indienen. Nou, en daarin zijn heel veel gesprekken geweest, hoe kun je dat nou goed doen en wat zijn nou de wensen van de gemeente. En wat zouden wij als ondernemers kunnen veranderen om daaraan te voldoen? Nou, en dat hebben we gedaan. En dan komen we dus wel tot een vergunning. Het is dus een aantal jaar ook weg geweest. Weet jij wat er voor nodig is geweest om het nu weer terug te krijgen in de binnenstad? Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft gehad met veiligheid. 538 is een vrij groot feest. En wij zijn maar een klein stadje. Dus ik denk dat er veel van de veiligheid richting 538 is verplaatst. Waardoor er daarom geen extra beveiliging meer was voor de binnenstad. Ik denk dat Horeca Breda de handen ineen heeft geslagen en daardoor samen de beveiliging met de gemeente Breda heeft geregeld om het weer terug te halen. Ik vind het heel goed. Voorgaande 2 jaar ben ik hier ook geweest. Toen was er eigenlijk niks. Het was saai. Voorgaande jaren natuurlijk wel. Toen was de sfeer een stuk beter. Dus ik ben heel blij dat het weer terug is. Nou, ik kan me best voorstellen dat bewoners in de binnenstad dat niet altijd allemaal even leuk vinden. Nou, daar hebben wij ons ook heel hard voor gemaakt dat er dit jaar ook is. Zodat bewoners gewoon weten van op een moment dat er iets is. Of ze hebben ergens last van. Dat ze gewoon ergens naartoe kunnen bellen naar dat specifieke nummer. Dan wordt er opgenomen en dan wordt er wat mee gedaan. Nou, het is verdeeld in 4 pleinen. We hebben de Sint-Janstraat. Daar zitten verschillende ondernemers. We hebben het Kerkplein waar we nu hier op staan. We hebben de Havenmarkt. Daar zitten verschillende ondernemers. En we hebben de haven. Dat is eigenlijk aan de kop, dus naast de Hoge Brug. En dat zijn eigenlijk de 4 pleinen waar buitenpodia zijn. Die dag. En er zit live muziek bij. Dat is voornamelijk hier. En op de Havenmarkt zijn het voornamelijk DJ's. Dus het is een beetje van alles wat die dag. En wij zijn als KN daar gewoon heel gelukkig mee dat nou weer doorgaat. Het gaat zeker een goed feestje worden.